Er zijn minder prikkels. En dat is eigenlijk het enige. De attracties zijn er, die draaien. Sommige attracties draaien in een iets lagere snelheid. Maar in principe is het hetzelfde als anders, alleen met minder prikkels. De prikkelarme kermis is eigenlijk voor iedereen die zich daar prettig bij voelt. Dat kunnen zijn mensen die echt misschien last hebben van autisme of hoogsensitief zijn, maar misschien ook ouder zijn. Of mensen die het gewoon prettig vinden om zonder veel prikkels kermis te vieren. Het is voor iedereen. Zaterdag vonden wij een mooie dag omdat iedereen dan toch vrij is en toch kan komen. Dus we hebben gelijk de eerste dag aangepakt om dit te doen. Dit is een uitprobeersel. We gaan het één keer doen, de eerste twee uur van de kermis. Mocht het toch aanslaan, dan kunnen we misschien besluiten om komende jaren meer van dit soort dagen in te lassen.